Hoe heeft de selectieprocedure plaatsgevonden bij de 35 bouwkavels welke u heeft gekregen? Binnen de vereniging zijn er commissies. En een van de commissies is commissie screening en toewijzing per ziel aan de studenten. En deze commissie buigt zich specifiek over de selectieprocedure. Dus deze commissie heeft de selectieprocedure behandeld. En op basis van een aantal criteria heeft de commissie, dus de 35 studenten, geselecteerd. Een van de eisen of criterium is dat een student zich moet bevinden in de afrondende fase van zijn of haar studie. Yeah. Of moet zijn afgestudeerd. Een ander criterium is dat de student lid moet zijn van de vereniging. Een derde criterium is dat de student de activiteiten van de vereniging moet bijwonen, dus moet participeren bij de activiteiten van de vereniging. En een laatste criterium, en dit is het belangrijkste criterium, is dat de student niet moet beschikken over een perceel, of geen perceel moet hebben op zijn of haar naam. Dus op het moment dat een student reeds beschikt over een perceel of al een perceel heeft, dan komt zo'n student niet meer in aanmerking voor een perceel van de vereniging voor minder draagkrachtige studenten in Suriname. Uw organisatie bestaat uit 600 leden. Is het zo dat alle 600 leden een woning nood hebben? Ja, alle 600 leden hebben dus op dit moment woning nood. Morgen, 25 mei 2018, is het de dag waarop wij het binnen het kader van de verkiezingen op twee manieren kunnen bekijken. Wij kunnen zeggen, 3 jaren terug gingen wij naar de stembus. Of we kunnen zeggen, over 2 jaren gaat geliefd Republiek Suriname naar de stembus om te mogen kiezen wie de vertegenwoordigers zijn in onze Nationale Assemblee. En in dat kader gaan we dus vanavond praten over twee onderwerpen, met name hoe was het gesteld met de doelen die deze regering zich heeft voorgenomen binnen de mijnbouwsector, maar zeker ook binnen het onderwijs. Wat waren de doelen? Wat is de stand van zaken? En waar gaan wij naartoe?